De eerste dagen van een toernooi worden afgewerkt in de kleine accommodatie van Victoria. Hier speelt normaal gesproken de Rotterdamse club haar wedstrijden in de Eredivisie. Groot is het contrast met de plaats waar de halve finales en de finale worden gespeeld. Het Luxor Theater. En in Canada een aantal jaar terug, praat echt over 2006, 2007, is het een keer in een theater geweest. En dat stonden we nog op mijn netvlies. Dus toen we hier in Rotterdam rondreden om te kijken naar mooie plekken, ja, kwam ook het Luxor Theater naar voren. Eenmaal binnen geweest, dan is het zo mooi dat je eigenlijk gelijk verkocht bent. De organisatie had graag de beste Nederlandse speelster ooit hier in actie gezien, Vanessa Atkinson. Helaas is ze in mei gestopt als actief speelster en zien we haar nu in een andere rol op het WK. Ik ga na de wedstrijden vanaf kwartfinales de winnaars van de wedstrijden steeds interviewen. Dus gewoon even kort wat vragen stellen. En dat gebeurt vaak bij toernooien, maar dat is geloof ik wel een van de eerste keren dat een ex-speler dat doet. Dus dat is wel leuk. Ik ken die spelers natuurlijk allemaal vrij goed, dus dat geeft iets informeels daaraan. En hopelijk voegt dat iets toe aan het toernooi. Zowel in het dames- als het herentoernooi doen er twee Nederlanders mee. Waarbij Laurent-Jan Anjema de grootste publiekstrekker is. Die heeft vorige week het heel erg goed gedaan bij een groot toernooi in Philadelphia. Heeft de laatste 8 gehaald. Ik geloof dat er maar 2 van de top 16 er niet bij waren. Dus hij laat wel daarmee zien dat hij mee kan gaan met dat niveau. En als hij hier ook een kwartfinale plek kan bemachtigen. En hij staat in het nieuwe Luxor Theater voor zijn eigen publiek. Wie weet wat er dan verder kan gebeuren.